Hallo. Welkom bij deze eerste videoles muziek. Laten we beginnen met het relatief goede nieuws. In de rest van het schooljaar laten we de klassieke muziek achter ons. Ik wil jullie bedanken voor de ook weer relatieve aandacht die jullie hebben opgebracht voor de geschiedenis van dit jaar, waarvan ik hoop dat jullie nu ook min of meer inzien dat de rest van de muziek steunt op die enorme basis van de klassieke muziek. Wie nu verwacht dat we meteen naar de hedendaagse muziek springen, die moet ik even teleurstellen. We maken geen sprong voorwaarts, maar wel eentje terug in de tijd, want we kijken in eerste instantie naar de geschiedenis van de blues, een heel belangrijk genre, al was het maar omwille van de historische lading ervan. Voor deze videolessen zal ik gebruik maken van de slides uit de PowerPoint bij dit onderwerp. Deze presentatie kunnen jullie ook terugvinden in de vakmap. Per video behandelen we een twintigtal slides. Let's go! Voordat we echt aan de slag gaan, geef ik toch graag nog een woordje uitleg. Eerst en vooral wil ik iets meegeven in verband met de muziekfragmenten die aan bod zullen komen. Om copyright claims te vermijden, neem ik geen muziek op in deze video's, behalve de intro dan. Ik verwijs wel telkens naar de te beluisteren fragmenten. Waarvan ik de links iedere keer in de beschrijving van de video zal plaatsen. Je beluistert ieder fragment op het gepaste moment, maar toch graag minstens gedurende één minuut. Als een langere beluistering noodzakelijk is, dan zal ik dit aangeven. Vervolgens vertel ik graag iets over de verschillende groepen en artiesten die aan bod zullen komen in de loop van dit onderdeel. Die groepen en artiesten zijn vaak ontstaan in een specifieke muzikale stroming. Maar ze maken vaak een ontwikkeling door die hen doorheen meerdere genres leidt. Om dat aan te pakken zijn er twee mogelijkheden. Ofwel laat ik de groepen of artiesten aan bod komen in de verschillende genres en stromingen en is er dus een soort van herhaling. Ofwel bespreek ik de evolutie van die groepen of artiesten volledig vanaf het moment dat ze aan bod komen. Nu meestal zal blijken dat we vooral voor keuze 2 zullen gaan, dus de evolutie van die groepen en artiesten volledig bespreken. Op voorwaarde dat we dan wel iedere keer terugkeren naar de stroming of genre waar we mee bezig waren, in functie van de continuïteit. Goed, tot zover die introductie. Dan gaan we nu eens terugkeren in de tijd en echt die blues gaan bespreken van beide oorsprong. Om de geschiedenis van de blues te vertellen moeten we terugkeren naar de onafhankelijkheidsoorlog in de VS. En die situeert zich tussen 1775 en 1783. De Noord-Amerikaanse koloniën worden onafhankelijk van de Britse overheersing, maar de slavernij die blijft gehandhaafd. De discriminatie van gekleurde medemensen wordt al snel aangevoeld en daardoor komt er een beweging op gang om die discriminatie af te schaffen. En die beweging die heet de Abolitionistische Beweging en die situeert zich omstreeks 1787. Tegen 1804 hebben verschillende Noordelijke Staten de slavernij al afgeschaft. En tussen 1860 en 1865 volgt dan nog een geleidelijke afschaffing van slavernij in de rest van de Verenigde Staten van Amerika. Waarom is dit nu allemaal van belang? Wel, die periode van slavernij, die heeft invloed op de muziek. En wel via enkele genres, en die zullen we nu bespreken. Die genres zijn Negro Spirituals, Gospel, Work Songs en Field Hollers. Goed, we beginnen met de Negro Spiritual. En wat zijn dat? Dat zijn traditionele religieuze volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte slaven. In die spirituele liederen vind je vaak een versmelting van westerse en Afrikaanse elementen. De teksten zijn vaak christelijk geïnspireerd, vaak met verwijzingen naar het Oude Testament. De melodieën zijn eenvoudig en verlopen in een swingend ritme. En oorspronkelijk werden deze liederen a cappella uitgevoerd, dat betekent enkel stem, waarbij er dan een afwisseling was tussen een solist en een groep, die groep al dan niet meer stemmig. En die afwisseling die wordt benoemd met de term call and response. En heel vaak bestonden die liederen, of waren die liederen gebaseerd op een call and response patroon. Dat is een term die je echt goed moet onthouden, want die komt nog verschillende keren terug. De uitvoeringen van Negro Spirituals laten heel wat spontane muzicaliteit en betrokkenheid van de gemeenschap toe, dus dat wil zeggen dat de mensen die het hoorden ook konden deelnemen. Uh, hoe namen zij deel door kreten te uiten, door te juichen en door te klappen in de handen? En als de gemeenschap dan deze Spirituals zong, dan betekende dat vooral troost voor de zwarte slaven in de situatie waarin zij leefden. De stijlelementen, dus alle dingen die tot nu toe zijn opgenoemd, die werden later overgenomen in de gospelmuziek en dan nog later ook in de blues. Ik stel voor dat je je nu eens even onderdompelt in de sfeer van die Negro Spirituals. Ik heb een drietal bekende uh, geselecteerd. Ten eerste Nobody Knows the Trouble I've Seen met beelden van de Great Depression, waar we het nog over zullen hebben. Swing Low, Sweet Chariot, uitgevoerd door de Plantation Singers, die de muziek uitvoeren zoals ze destijds werd uitgevoerd. En dan zou ik heel graag hebben dat je het laatste fragment volledig bekijkt, Go Down Moses, uit een film uit 1941, waarin de rollen tussen blank en zwart min of meer worden omgekeerd. En dat is toch wel interessant om eens te bekijken. Een volgende erfenis van de slavernijmuziek is de gospel. En gospelmuziek is een genre in de christelijke muziek. Je kan een aantal voorbeelden beluisteren via de link achter het woord gospelmuziek. Het woord gospel komt van het oud-Engels en bestaat uit twee delen: 'goth' dat goed betekent en 'spel' dat nieuws of boodschap betekent en zo verwijst het dus naar de blijde boodschap. Dit type muziek werd geboren in de katoenvelden van de zuidelijke staten van de VS. Ook dit is dus zwarte religieuze muziek, sterk beïnvloed door de ritmische muziek die slaven meebrachten uit Afrika. En in de teksten werd de bevindelijke of min of meer vereenvoudigde manier van geloven via de blanken in de muziek geïntegreerd. Een weerkerend thema was bijvoorbeeld het leven na de dood. Binnen de Gospel maken we een onderscheid tussen Black en White Gospel. En de Black Gospel is op zich dan ook weer onderverdeeld in twee soorten. Ten eerste heb je de traditionele Black Gospel met grote koren en solisten uit zwarte kerken. En ten tweede heb je de hedendaagse Black Gospel met invloed van muziek die te horen is op zwarte radiostations, die trouwens vandaag de dag ook nog bestaan. En het spreekt vanzelf dat Black Gospel uiteraard een heel sterke invloed ondervindt van de slavencultuur. Het valt misschien op dat ik in deze context heel vaak spreek over de slavencultuur en dat dat misschien het risico loopt om te overlappen met de zwarte cultuur, maar let op, ik wil dit echt niet vereenvoudigen tot. Zwarte cultuur is gelijk aan slavencultuur. Het is gewoon omdat het in de context van dit onderwerp, van dit genre, heel vaak overlapt, dat die twee begrippen soms synoniem lijken met elkaar, maar dat is het dus niet. Zwarte cultuur is iets dat veel breder is en dus ook zo goed geïnterpreteerd moet worden. Naast black gospel hebben we ook white gospel, en daarin onderscheiden we drie categorieën. Ten eerste is er de southern gospel, lijkend op countrymuziek. En vaak wordt dat uitgevoerd door een mannelijke kwartet. Ten tweede heb je de inspirerende of de kerkmuziek, afgestemd op kerkbezoekers en meestal dus gezongen door koren tijdens een dienst. En ten derde heb je de hedendaagse christelijke muziek. Dat zijn liedjes uit de populaire cultuur, die vaak met een christelijke tekst worden heropgenomen en worden vaak gepromoot door christelijke platenmaatschappijen. En na die algemene inleiding is het tijd om eens naar een paar grote namen in de gospel te kijken. De eerste wordt ook wel de Queen of Gospel genoemd en dat is Mahalia Jackson. Zij is geboren op 26 oktober 1911 in New Orleans en dat is ook de bakermat van de jazz, maar daarover later dus meer. Zij zong oorspronkelijk als gospelzangeres in de kerk waar zij lid van was, maar in 1927 verhuisde zij naar Chicago waar ze werkster was en ook zong in het koor van de Greater Salem Baptist Church. Zij vormden al snel een groep met de Johnson Singers en uiteindelijk spaarde zij geld en ze openden een bloemenzaakje en een schoonheidssalon. In 1947 brak Mahalia Jackson door bij het blanke publiek met een opname van I Will Move On Up A Little Higher. En hiervan gingen binnen korte tijd een miljoen exemplaren over de toonbank. Dus het is de moeite om daar toch eens een fragmentje van te beluisteren. In de loop van de jaren 50 verwierf zij ook bekendheid in Europa. Ze werkte ook samen met een zekere Thomas Dorsey, die componeerde het gospelnummer Precious Lord Take My Hand. Dat lied zou dan weer het lievelingslied worden van Martin Luther King. Dit lied kreeg nog een extra historische lading toen Jackson het zong op zijn begrafenis in 1968. Zet dit lied dus zeker eens op, want via de link kan je haar zelf zien zingen. Dat Mahalia Jackson een belangrijke madame in de geschiedenis is, blijkt onder andere uit het feit dat ze optredens heeft gedaan in het Witte Huis, maar ook um, door het feit dat ze door Paus Johannes de 23e in 1961 ontvangen werd voor een privé Het hoogtepunt van haar zangcarrière moeten we situeren op 28 augustus 1963, toen ze zong op de massademonstratie tegen rassendiscriminatie bij de Lincoln Memorial in Washington. Toen zong zij ten overstaan van een menigte van niet minder dan 200.000 mensen How I Got Over. En dat kan je ook beluisteren via de link. En daar voegen we dan nog een verzoeknummertje aan toe. Van niemand minder dan Martin Luther King zelf. I've been buked and I've been scorned. Ook dat heeft ze toen gezongen. Ik denk dat ondertussen wel duidelijk is dat Mahalia Jackson een grote bijdrage heeft geleverd in de strijd voor emancipatie van Afro-Amerikanen. Um, Afsluiten doen we het stukje over haar met te melden dat zij is overleden op 27 januari 17, uh, 1972 in Chicago. Een tweede en meteen ook de laatste groep die we in deze eerste videolessen bespreken zijn de Staples Singers. Zij kregen de bijnaam God's Greatest Hitmakers. Deze groep bestond uit vijf groepsleden, waarvan vooral Robuck of Pops Staples en Mavis Staples, de bekendste zijn. De vader van de band, en dat mag je gerust letterlijk nemen, was Robuck Staples, bijna een Pops, vergeeft ook al veel weg. Die is geboren in Winona, Mississippi, en hij was de jongste van veertien kinderen. Gedurende een deel van zijn leven werkte hij als katoenplukker en hij verdiende daarmee niet minder dan, maar ook niet meer dan, tien cent per dag. Roebuck leerde gitaar spelen aan de hand van liedjes van Charlie Patton, Robert Johnson en Son House over die drie zullen we het later nog hebben en hij speelde ook samen met deze grootheden op lokale feestjes en picknicks. Op een bepaald moment besloot hij om zijn kinderen gospelmuziek te leren en samen begonnen ze vanaf 1948 in kerken te zingen. Op die manier was de groep de Staplesingers geboren en zij verzilverden een platencontract in 1952 een van die eerste nummers was Sit Down Servant bij Chicago's United Records. Het is de moeite om ook dit eens te beluisteren, want je hoort de simpele gitaar van Pops Staples en de prominente stem van Mavis Staples. En dan duikt er weer een prominente figuur op. De Staples kwamen immers Martin Luther King tegen in Birmingham tijdens een preek. En Pops Staples moet op dat moment gezegd hebben: wat hij kan preken, dat kunnen wij zingen. Het gevolg daarvan liet niet lang op zich wachten. Er kwamen protestsongs voor de mensenrechten en tegen de rassenhaat. Een voorbeeld daarvan is Uncloudy Day, en dat werd ook de eerste nationale hit. Als je dat zelf eens gaat beluisteren, dan word je misschien wel geraakt door de pure eenvoud van dat nummer. In de loop van de jaren zestig passeerden de stapelsingers langs verschillende platenhuizen. En dat had onder andere te maken met het feit dat zij enkele stijlveranderingen doormaakten. Ze gingen van folk en gospel naar soul en funk en niet ieder platenhuis stond open voor ieder genre. Let op, ga daar rondtrekken langs verschillende platenhuizen niet gaan interpreteren als negatief, want ze hadden wel degelijk nog grote hits met bijvoorbeeld Respect Yourself, I'll take it there, if you're ready en het beruchte Let's do it again. Als je daar naar de tekst gaat luisteren. En ga je merken dat dat toch vrij ver afstaat van het religieuze gospel. Um, het was destijds de meest verkochte single in de geschiedenis van de Warner Bros. Maar de kerk vond op dat moment dat de Staple Family van God los was. En dat blijkt dus wel duidelijk in die tekst. Tot slot wijs ik jullie ook graag op Mavis Staples zelf. Die, zoals ik in het begin heb gezegd, um, ook solo bekend is geworden als soul- en gospelzangeres. Ze heeft onder andere samengewerkt met Prince. Ze heeft een verhouding gehad met niemand minder dan Bob Dylan. Ze heeft zelfs zich in een interview in 2016 afgevraagd wat er zou gebeurd zijn, mocht ze met hem getrouwd zijn. En ze staat op nummer 57 in de 100 grootste, belangrijkste vrouwen van rock roll. Beluister zeker eens hoe haar stem tien jaar geleden nog altijd klonk, want dat is wel de moeite. Voilà, tot daar de eerste videoles. Volgende keer gaan we verder met nog een laatste grote naam in de gospel, het belang van de Chara gospel, en dan gaan we nog twee erfgenamen zien van de slavernijmuziek, namelijk de work songs en de field hollers. Tot dan.